De corona-uitbraak bij de dakloze opvang aan de Eindhovense Belfroidlaan is bijna achter de rug. 5 van de 6 besmette daklozen mogen donderdag weer de straat op. Beetje vrijheid. Ja, altijd in de kamer is een beetje moeilijk. Morgen buiten lopen. Kijk, my friend, kijk, mensen. De opvang sloot 2 weken geleden de deuren. Het virus sloeg om zich heen. 25 daklozen en medewerkers moesten in quarantaine. Nou, in het begin toen we het nieuws te horen kregen was het even schrikken. Want we wisten natuurlijk ook niet hoe het ging lopen. Maar op het moment dat wij het nieuws vertelden aan de groep die hier zat, bleek het allemaal reuze mee te vallen. En natuurlijk is het niet leuk om hier langere tijd eigenlijk binnen een soort van opgesloten te zitten. Maar het ging over het algemeen ging het heel goed. In kamer slaap goed, eten goed, kamer groot. Er werd een COVID-afdeling ingericht. In deze gang, achter deze deuren, zitten de laatste daklozen nog even in isolatie. Op het moment dat wij naar boven gingen, hadden wij beschermende schorten, mondkapjes, veiligheidsbrillen en gewoon handschoenen. En die moesten na iedere keer gebruiken, moesten die vervangen worden. Voor nu lijkt de situatie onder controle. De daklozen worden nu bij de kleinste verschijnselen getest om een nieuwe uitbraak te voorkomen.